Ik had voor een lekker bakkie troost al mijn vrienden meegenomen. Op een uur dat een fatsoenlijk mens allang in zijn bed ligt te dromen. Mijn vrouw hoorde in de keuken wel, we zaten op een te tappen. Maar toen ze met de koffie naar binnen kwam, begonnen we te klappen.